Hallo. Test. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de eerste lezing van de reeks Besmet, Oorzaken en Gevolgen. Deze in reeks is een samenwerking tussen Generale van de Universiteit Leiden en Rijksmuseum Boerhaven. Naar aanleiding van hun tentoonstelling Besmet... Die nog tot in 2022 te zien is. De spreker van vandaag is professor Kitty Helmans. Zij is hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis en theorie wereldkunstwetenschappen bij de Universiteit Leiden. Zij zal ons vandaag alles vertellen over het kunstvirus. Voordat we beginnen, een praktisch punt. Dit is een livestream. Als u wilt, kunt u in de chat vragen stellen. Bijvoorbeeld als het geluid te zacht is of als u een vraag heeft over de lezing zelf. Maak hier vooral gebruik van, willen we u op het hart drukken. Ik wens jullie alvast heel veel plezier en ik geef nu graag het woord aan professor Kitty Zelmans. Goedemiddag allemaal, ik vergat mezelf bijna aan te zetten. Uh, ik mag gelukkig zonder mondkapje spreken. Uh, welkom voor degenen die uh, hier aanwezig zijn, een heel klein groepje en natuurlijk u allemaal thuis. Uh, ik ga het inderdaad vandaag hebben over besmet raken door de kunst. En uh, wat net al werd gezegd, de tentoonstelling heb ik helaas niet kunnen zien. Dat, uh, ik ga even terug naar deze. Heb ik helaas nog niet kunnen zien. Ik ga er zeker naar kijken. Maar ik ben wel online even op bezoek geweest, zodat we, wat we tegenwoordig allemaal doen: hè, alles online. En heb een mooie tour gekregen door Minneke te Hennepen. Dus ik kan u aanraden die alvast te zien en dan uh, een keer echt te komen, want dat gaan we natuurlijk allemaal doen. Ook door die lezing of die tour van haar werd ik eigenlijk op het idee gebracht om uh, een paar dingen met u te gaan behandelen. Ik ga eerst een aantal dingen laten zien die ik niet ga doen. Dus ik ga ze wel kort noemen, maar niet echt uh, de, de diep op in. Uh, dan wil ik het gaan hebben over... Uh, het, het uh, kunstenaars die een soort van zelf-experimentatie doen met wat ik nu noem niet-mens, dus de mens in contact met niet-mens, en dan wat het betekent om door de kunst aangeraakt te worden, en dan bedoel ik dat overdrachtelijk en letterlijk. Uh, hier ziet u alvast een paar foto's, daar ga ik dadelijk wat uh, meer op in. Um, een klein beetje zelfpromotie. Uh, ik heb in het elementaire deeltje kunstgeschiedenis, dat in 2018 uitkwam, een hoofdstuk gewijd, hoofdstuk 6, aan mens en kunst. En dat heeft eigenlijk ook uh, in grote lijn te maken met wat ik vandaag wil behandelen. En dat is niet zozeer dat je door kunst geraakt wordt, maar eigenlijk hoe. En dat wil ik met u gaan bespreken. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer meren van mij, zeg ik maar even zonder enige bescheidenheid, mag ik u wijzen op dit deeltje, wat ook nog eens zeer aangenaam in prijs is. Nou, wat, uh, ik heb ooit gekregen als cadeau een doosje met art oracles. En dit zijn allemaal tekeningen van uh, be beeldende kunstenaars, hedendaagse of veelal moderne hedendaagse kunstenaars. Die zelf uitspraken hebben gedaan over kunst. En dan is er onderaan elke, het zijn een soort tarotkaarten. En daaronder zie je dan ook uh, nog wat uh, uh, aanvullende informatie en uh, wat we zelf zouden kunnen doen. En ik vond deze wel heel toepasselijk. Ik heb er uh, vier. Ik heb er nu eerst twee. Marina Abramovic, een, een bekende uh, kunstenares, die altijd bezig is met interacties met mensen. En uh, zij uh, ziet kunst echt als healing thyself, dus waarmee je jezelf eigenlijk kunt... ja, beter maken is misschien het verkeerde woord, maar je wordt wel meer een heel mens in aanraking met de kunst. En uh, zij zegt dan, hè, wanneer een, uh, een vreemdeling naar je kijkt en vooral in je ziel kijkt, doe dan niet moeilijk... Kijk dan gewoon terug. En eigenlijk zit daar al iets in besloten wat ik vandaag wil behandelen, namelijk dat contact. En dat kan zijn visueel, dat kan natuurlijk letterlijk hè, aanraken zijn. Nou, daar hebben we vandaag de dag met het uh, COVID-virus nogal behoefte aan, of liever gezegd een groot gebrek aan. Hè, huid, honger heet dat, uh, dat is ook een neologisme. Wat mij opviel bij dat hele begrip besmetten is dat het eigenlijk een ongelooflijk negatieve klank heeft. Besmet raken betekent dat je iets oploopt. Dat je letterlijk open staat voor dingen die je niet kunt zien. Zoals die, dat virus dat nu dus rondwaart, invloeden van buitenaf. En dat geeft eigenlijk ook aan hoezeer wij verbonden zijn als mens met die omringende wereld. En dat er dus helemaal niet zoiets is als ik ben als mens gesloten op geen enkele manier met de buitenwereld. Iets kan bij mij binnendringen zonder dat ik daar ook maar enigszins erg in heb. En dan heb je dus iets opgelopen. En als je dat woord gebruikt, dan is het eigenlijk zelden in een positieve zin. Dus. Die, uh, en als je dan ook even gaat kijken in het, in het woordenboek wat er allemaal staat bij besmetten, dan zijn het allemaal hele nare dingen die uh, alleen maar eigenlijk negatieve connotaties hebben. Aansteken, beduimelen, bedoezelen, beschadigen, infecteren, verpesten, het zijn allemaal negatieve dingen. Maar als je dat woord besmet nou eens ziet als dat je ook door iets besmet kan raken wat positief is, wat gebeurt er dan? En ik wil dus vandaag gaan kijken naar kunstwerken. In het uh, tweede deeltje van uh, mijn verhaal naar kunstwerken die dat volgens mij stimuleren. De andere kunstenaar die u rechts ziet, dat is Yves Klein. En uh, een Franse kunstenaar die een heel bijzondere kleur blauw heeft ontwikkeld, het, het zogenaamde IKB, het Yves Klein Blue. Behalve dat nu blijkt dat het gewoon uit een pot komt. Maar goed, heel lang was de mythe dat hij die verf heeft ontwikkeld, en dat was puur pigment met een ongelooflijke. Intensiteit. En hij zegt: uh, leer alles van niets. Dus je kunt van alles dingen leren. En dat geldt ook voor jezelf en alle materialen die je uh, tot ter beschikking hebt. Nou, wat nou opvalt, want dat is eigenlijk mijn eerste kort thema. En dan doe ik eigenlijk wat, wat uh, Jan Boman altijd doet op de radio op zaterdagochtend. Eerst vertellen wat hij niet gaat doen, maar ik wil het toch wel noemen. Er is een enorme interesse van de medische wereld in kunst. Een tal van medici zijn ook bezig met kunst, omdat zij ook in kunst een bron zien om inzicht te krijgen in ziektebeelden, in processen, in wat er vroeger allemaal rondhuisde door de wereld en waar we wellicht nu, godzijdank, van uh, verlost zijn. Hoewel dit virus toch ook door niemand echt was, ja, was voorzien. Hoewel iedereen wel zei, uh, het gaat een keer gebeuren, er gaat een keer een, een wereldpandemie, dat is dubbel een pandemie uitbreken. Uh, en dat hebben we helaas dus nu aan, ons, uh, aan onze fiets hangen. Um, mag even, als ik. Mijn hand verkeerd legt, dan gaan de plaatjes alvast een eigen leven leiden. Uh, het boek wat u ziet is van Jan de Kweker. En dat is een Belgische medicus. Die een, het is een turf van een boek. Een enorm groot zwaar boek. De, de kunstenaar en de dokter. <tiek> en, op de, en wat hij daarin doet is dat hij uh, anders kijkt naar schilderijen. Hij kijkt naar ziektebeelden en allerlei processen. En op de cover van het boek ziet u een schilderij van Gabriel Metzou een 17e-eeuwse Nederlandse kunstenaar, en het heet Het zieke kind... uit midden van de 17e eeuw. En dan heeft hij daar heel mooi naast staan een hele diagnose. Belangrijke verschijnselen, koorts, mazelachtige huiduitslag... vasospasmen op aangezicht en benen. Nou, moet je wel heel goed kijken, wil je dat allemaal zien. En dan als klinische diagnose, het is een acute virale infectie. Mazelen bijvoorbeeld, rubeola... Het schilderij ernaast van Jan Steen staat ook in zijn boek. Hij behandelt het ook. Het heet De zieke vrouw. Natuurlijk zeggen die titels al iets. Diagnose. Wat zijn belangrijke verschijnselen? Ademhalingsproblemen. Hoe kan je dat zien aan dit schilderij volgens hem? Omdat zij min of meer rechtop zit. En dan kan je dus makkelijker ademhalen. Ze heeft, als je heel goed kijkt kun je het zien. Niet op dit plaatje, maar als je ooit weer naar het museum gaat in het echt wel. Zij heeft een... Gezwollen gewricht aan de wijsvinger en ze heeft een blos op de wangen. Nou, de arts houdt heel typisch haar hand vast hè, op de pols om de polslag te meten. En Wat is dan de diagnose van uh, de kweker? Het is een acute rheumatische koorts met letsel aan de mitralisklep van het hart. Nou, ik vind dat ongelooflijk dat iemand diagnoses kan stellen op basis van deze uh, afbeeldingen. Uh, hij heeft daar veel meer informatie over. Maar wat hij doet door dat hele boek heen is de kunst dus eigenlijk gebruiken als bron, uh, als representatie van ziekte en ziektebeelden uit het verleden. En wat mij dan als eigenwijze kunsthistoricus opvalt, is dat hij de schilderijen ook neemt als werkelijkheid. En wat ik dan een beetje mis is de, uh, het idee van de vertaalslag die de kunstenaar nou eenmaal heel vaak doet naar, een, um, naar zijn schilderij of naar zijn werk toe, of haar werk toe. Het linkerwerk staat ook nog in het boek van de kweker van Edward Munch, Het zieke kind. Het is een schetsachtige schilderij, zo'n typische Munch trouwens, uit 1885. En daar staat bij, um, het is ook Het zieke kind, hè, zo heten ze, de schilderijen. De diagnose is, het is een uitgeputte puber, bleek van gelaat en heeft een starende blik. En de klinische diagnose is dan, zij leidt waarschijnlijk aan tering, aan fysis. Of een eindstadium van een longtuberculose. En ik, ik denk niet dat je dit zomaar kan zien. Er is een hele context bij dit schilderij. En er is een familiegeschiedenis van de tuberculose. En tuberculose was natuurlijk verschrikkelijk besmettelijk. En daar hebben we het woord alweer. En dan rechts ziet u een werk van een kunstenaar die in Leiden woont en werkt, Piet Fransen. En die heeft een hele serie gemaakt en dat was eigenlijk geënt op de uh, HIV, de HIV-epidemie. En hij heeft, het lijken soms allemaal vrolijke nootjes en vogeltjes, maar het is een virus. Hij heeft geprobeerd uh, een virus uit te beelden en daarmee dus onder de aandacht te brengen wat het HIV-virus allemaal doet uh, bij de mens. Maar dit zijn dus echt verbeeldingen van, van ziekten en, 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 en uh, aandoeningen. Wat we dan... Um, het verschil wat ik dan wil maken, althans wat ik wil aangeven... is verbeelden versus het ondergaan. En ik eindig in ieder geval dit stukje met uh, nog het wijzen naar twee boeken... of twee uh, boeken en een tentoonstelling. Huidziekte in de beeldende kunst. Dit zijn twee uh, medici, werkzaam op het uh, LUMC hier... die huidziekte in de beeldende kunst als thema hebben... En er is nog veel en veel en veel meer literatuur van de me uit de medische wereld over kunst. En dat is een fascinerend gebied. Een tentoonstelling die eerder hier in boerhaven was, heette Dicht op de Huid. Hè, tussen pukkel en perfectie. En eh, daar was, is deze catalogus bij verschenen. Dus je ziet ook vanuit natuurlijk de uh, historische, uh, vanuit de geschiedswetenschap en uit de, de geschiedenis daarvan. De link die eigenlijk voortdurend gelegd wordt, ook tussen allerlei objecten en, en instrumenten die worden ontwikkeld, en uiteraard uh, de mens, hè, hoe die eruit wil zien, maar ook wat betreft zijn innerlijk en zijn uiterlijk. Nu kwam ik in de NRC eigenlijk, ja wat heet bij toeval, een uh, citaat tegen wat ik zo vond passen bij. Uh, vandaag bij mijn, mijn verhaal dat ik het even heb opgeschreven. Het was een column uit de NRC, uh, geschreven door Petra Boudewijn. En uh, ik citeer: Het virus dat wordt beschreven, en dat is in de roman Quarantaine van 2015 van Wietske Versteeg, is dat van de liefde, of beter gezegd, dat van geliefden. Um, het virus dat wordt beschreven is dat van de geliefden, want zij die liefhebben en aanraken, en dat heb ik heel bewust uh, een extra aangezet, worden vroeg of laat besmet. En natuurlijk is dat liefhebben van ongelooflijk belang, maar het zat mij vooral in het woord aanraken en daardoor besmet raken. En dat bracht mij bij weer nog twee tarotkaarten. Um, Vooral de Gilbert en George, dat is een, een duo, een kunstenaarsduo, een performance- en body-art kunstenaars, die eigenlijk altijd zichzelf uitbeelden en zichzelf zijn in allerlei rare poses en dingen verbeelden door hun eigen lichaam. Het zijn eigenlijk levende sculpturen. En het, het mooie hier is natuurlijk dat zij hier letterlijk aan elkaar zitten, oftewel zelfs met hun vinger in elkaars mond zitten. En dat aanraken, dat is hier heel erg letterlijk verbeeld. Maar je kunt je ook afvragen: wat betekent het nu euh, als je aan iemand zit? Of als je met je vinger bijvoorbeeld aan iemands mond zit? Sinds corona zijn wij zo verschrikkelijk veel meer op gaan letten op al dit soort dingen. Omdat het natuurlijk allemaal virusgevoelig is. Dat eigenlijk nu nog veel meer dan voorheen dit soort levende sculpturen, iets duidelijk maakt wat, ja, wat eigenlijk precies... wat aanraken wellicht betekent. Um, be the art you wish to see in the world. Dus wees zelf die kunst die je in de wereld wil zien. Dat wil dus zeggen dat kunst niet buiten ons omstaat, buiten de mensen. Ook niet de mensen die geen kunstenaar zijn... maar dat je wel degelijk jezelf ook zo kan manifesteren. En bedoel ik niet allemaal de kunstenaar uithangen... maar op een bepaalde manier in dat leven staan... En uh, je werk moet dus niet selfish zijn. Um, en je moet vooral je er ook op kleden. Nou, dat hebben zij ook altijd uitvoerig gedaan. En dan de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Je ziet niet goed wat hij hier in zijn handen heeft, maar het zijn um, porseleinen zaden. Hij heeft er, geloof ik, 100 miljoen laten maken. En dat zijn de zaden van um, de zonnebloem. En die pitten heeft hij uh, in een hele grote tentoonstelling heeft hij, uh, laten zien... en die mocht er een tijdje lang nog overheen lopen... maar op een gegeven ogenblik ging het te veel stuiven, werd het eigenlijk tegengehouden. Um, wat hij heeft gedaan is, doordat hij die enorme hoeveelheid uh, pitten nodig had... heeft hij een heel dorp eigenlijk weer uh, een hele mooie bron van inkomsten gegeven. Want al die dingetjes, en die zijn niet groter dan de nagel van je pink... Die moesten uh, niet alleen gemaakt worden, maar ook handbeschilderd. Nou, doe dat maar 100 miljoen keer. Uh, en voor hem is kunst dus heel erg een gevecht voor vrijheid. En we weten, uh, misschien, misschien weet u dat, misschien ook niet. Maar Ai Weiwei is ondertussen dus gevlucht uit China. En hij blijft echt een luizende pels van China. Af en toe zie je hem nog eens en hoor je hem nog wel eens. En dan, uh, de overheid is niet vreselijk blij met hem. Maar goed, die tarotkaarten wijzen dus al een klein beetje op... Mijn tweede deel. Um, als we dat woord besmetting, contamination, nou eens niet als negatief maar als positief zien, wil ik graag wijzen op een proefschrift. wat een paar jaar geleden hier in Leiden werd uh, verdedigd. Een proefschrift van Agnieszka Anna Wolotsko. Bodies Within Effect on Practicing Contaminating Matters Through BioArt. Nou, het is een proefschrift dat dus helemaal gaat over biokunst, bioart. En dat is eigenlijk een hele nieuwe. Ja, ondertussen ook wel weer 20, 25 jaar oude. Uh, ontwikkeling in de beeldende, beeldende kunst, waarbij kunstenaars met levende materialen werken. En het werk wat zij noemt en uitwerkt ook in dit proefschrift, is dat van Spela Petrich. Spela Petrich, en U ziet er hier, is een uh, Sloveense kunstenares... die eigenlijk altijd. Um, uh, ja, een, een uh, performance art dingen doet. Uh, en altijd eigenlijk in relatie tot wat ik net al even niet-mens noemde. En als je zegt mens, niet-mens, dan heb je eigenlijk alles wat deze wereld uitmaakt. En het is niet zo in ook deze manier van denken dat de mens op de een of andere manier ook maar hoger zou zijn dan elk ander organisme of elk niet-mens op deze aarde, maar daar een onlosmakelijk onderdeel van. Deze kunstenaars, ik ga er nu een paar uh, behandelen, die doen wat je zelf-experimentatie kan noemen. Um, en dan zelf-experimentatie met niet-mens. En waar het dan om gaat is relationaliteiten, het leggen van relaties, het leggen van interacties. En die hebben te maken met het begrip. En daar kom ik zo nog even op terug. Dat relationele denken gaat er ook vanuit dat het lichaam poreus is. En dat is het ook. Onze huid ademt. Als, als onze huid dat niet zou doen, dan zouden we, het, uh, zouden we snel erbij neervallen. Om maar even iets te noemen. We zijn poreus op allerlei manieren, maar wij hebben als lichamen ook effect op onze omgeving. Um, in een boek wat ik zo nog even zal laten zien, De wereld van de wachter. Daarin noemt Dirk de wachter, en hij is psychiater en psychoanalyticus, kunst connecterend. En dat begrip connecterend vond ik eigenlijk zo'n mooi begrip dat ik dat uh, met het andere begrip affect wat verder wil verdiepen. Um, en een, andere, een, een derde begrip, dus we hebben connecterend, affect, maar ook affordance. En affordance is, waartoe stelt kunst ons in staat. Dus niet wat zien we en wat representeert het, maar waartoe stelt het ons in staat? En wat je ziet in de kunsthistorische wetenschap van de afgelopen jaren is dat er eigenlijk een beweging te zien is van de vraag naar wat een kunstwerk voorstelt. Dus denken we even aan de schilderijen uit het Boek van de Kweker. Wat stelt het voor een ziek iemand en hoe kan je dat dan zien? Naar wat doet zo'n kunstwerk nu met je? Wat brengt het nu eigenlijk teweeg? En daar ligt de interactie dan tussen. Het werk en de beschouwer. En dat is niet zomaar even vluchtig, dat is een hele intense, althans in de allerbeste gevallen. En dat kunnen we, dat werd net ook door die Tarotkaarten duidelijk gemaakt. Dat is iets wat we zelf moeten teweeg brengen. De nadruk ligt op de interactie tussen werk en beschouwer. En dan is dat werk niet een passieve entiteit, maar een actor. Een, die krijgt agency toegekend. En agency wil zeggen: het heeft de mogelijkheid om op jou in te werken. Het gaat om wederzijds geraakt worden. En dat laat um, het werk van Petrich eigenlijk heel goed zien. Want wat zien we hier? Om te beginnen zien we de kunstenares zelf. Zij staat, dat is niet heel goed te zien, met haar gezicht naar het uh, bed toe. En dat is een: een uh, het is een watercrash. Het is dus. Kers, waterkers, u kent het wel. Dat, dat heerlijke spulletje wat je uh, zelf thuis ook kunt, uh, kunt laten groeien. En dan knip je dat af en dan doe je dat lekker op een boterham met kaas. D dit is een heel groot bed met een crash die net eigenlijk uh, uit aan, het, aan het bloeien is of aan het, uh, aan het uh, groeien is, kan ik beter zeggen. En die uh, kunstenares staat voor die mat met crash. Zij wordt aangelicht vanuit, en dat kun je goed zien, de lichtbron. En daardoor werpt haar lichaam een schaduw op die crash. En wat gebeurt er nu eigenlijk in deze uh, performance? Die heeft twee dagen geduurd. Althans, een van de keren dat ze hem uitvoerde heeft die twee dagen geduurd. Heeft zij 19 uur op diezelfde plek gestaan. En daardoor is 19 uur lang, maal twee, die plek die dus minder belicht is... Uh, heeft een, een ander groeipatroon, laat, laat een ander groeipatroon zien dan uh, het, uh, het, de crash of de kers eromheen. Het werk heet Scotopoiesis, en dat betekent gevormd door duisternis. En zij noemt het zelf, dus Petritch, een plant-mens-intercognitie: een, uh, een, 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 een wederzijds elkaar leren kennen. Want wat gebeurt er? Zij staat dus eigenlijk in voortdurende relatie met die crash. Omdat daar waar haar schaduw niet valt, gaat die goed groeien. En ontwikkelt zich, krijgt een mooie kleur, wordt stevig. Wordt echt die mooie krullerige kers. Maar daar waar haar schaduw is gevallen, is die. Um, is de kleur anders? Is de groei anders? Het worden hele dunne steeltjes, ze hebben minder blaadjes. Um, de, ze worden ook lang en dun, zijn veel minder stevig. En dat komt omdat die verminderde lichtintensiteit. die stimuleert de productie van een, um, een bepaald hormoon, een planthormoon. dat de celwand verzuurt. En door dat langdurige staan. Uh, krijgt, uh, krijg je niet alleen een afdruk van de kunstenares in, dat, in die kers. Maar, uh, en dat is microscopisch klein, ook door dat lange staan op, in diezelfde pose, is er bij haar ook iets veranderd. Er is namelijk microscopisch weinig uh, materiaal verdwenen in de, in de tussenwervelschijven in haar ruggengraat. En dat is alleen maar wat ik al zeg: microscopisch te onderzoeken. Maar er is dus een wederzijdse uh, verbinding hier ontstaan, waarbij mens-niet-mens. Door elkaar eigenlijk bepaald worden. En um, dat is een, um, een tijdelijke relatie die wordt uh, gecreëerd. En wat is nu dat affect, hè, dat punt van het affect? Dat is wat maakt dit nu eigenlijk los? Um, er, is een, er wordt een relatie aangegaan tussen entiteiten. Um, eigenlijk laat het poreus zijn zien van beide kanten. En er ontstaan krachten, intensiteiten. En. Uh, dat is iets wat, waar we ons vaak helemaal niet bewust van zijn. Dit gebeurt eigenlijk voortdurend. De interacties tussen mens en niet-mens, kunnen kunt ook tussen mens en mens zijn, um, maar in die ontmoeting ontstaat er ook een resonantie. En soms zit dat echt op een, uh, een niet-cognitief, niet-bewust weten, maar een, uh, een, een onderlinge verbindenis die dit soort werk heel erg extreem laat zien. Een ander voorbeeld is een werk van uh, Ruhama Noorda. Zij is een kunstenares die uh, in 2015 in Leiden bij ons is gepromoveerd aan de Academy of Creative and Performing Arts. Ik uh, was een van haar promotoren. En Ruhama heeft uh, in het werk Reform. Langdurig uh, onderzoek gedaan naar wat de reformbeweging, eigenlijk de Historische uh, Europese reformbeweging, um, in Europa allemaal teweeg heeft gebracht. En dat was een, ja, een soort natuurlijke back-to-nature lifestyle die zij uh, onderzocht en die dus heel veel kanten heeft gehad als we denken aan de antroposofie uh, en vele andere spirituele bewegingen. En daar, daar hoorden ook bij reformvoeding, landbouw, seksuele hervorming, reformkleding, naturisme. Ik heb het nu over rond 1900 tot een eind in de 20e eeuw. Natuurgeneeskunde, maar ook pantheïsme en allerlei nieuwe vormen van spiritualiteit. En zij is onderzoek gaan doen naar die historische vormen en is niet alleen maar die vormen gaan... Uh, onderzoeken, laat ik zeggen, cognitief, door in de bronnen te uh, duiken en de boeken te lezen. Ze is ze gaan performen, ze is ze zelf gaan uitwerken en uitvoeren. En ze heeft, uh, zij had een enorme interesse, heeft ze nog steeds, in die reformbeweging. En had ook iets van, ik ga niet onderzoek doen zoals de, laat ik zeggen, klinische, als ik het zo mag noemen, academicus doet. Hè, met allerlei uh, tabellen en, en, en onderzoeken. Nee, ik wil er letterlijk induiken door, door het zelf ook te ondergaan. Dus ze heeft ook aan allerlei dingen uh, heeft een modderbaden genomen. We zien hier op de foto ook... Het is een installatie van haar afstudeerproject. Ik heb de hut ook gezien. Die heeft ze destijds in de buurt van Diepenheim uit de, letterlijk uit de klei opgetrokken. En mensen ook uitgenodigd daar een heerlijk modderbad te komen nemen. En dat hebben ze ook gedaan. U ziet die twee wat uh, bemodderde mensen. Met het uh, kind wat uh, dat niet heeft gedaan. Ook iets te hard. Um, en. Uh, we weten ook wel dat dat overigens heel goed is voor je huid. En dan heb je eigenlijk, als je modderbad neemt, dan zijn er allerlei werkingen vanuit die modder op het lichaam. Wat dan precies het lichaam weer afstaat aan de modder, dat is weer een, een volgend verhaal. Maar het, zijn wel, het is wel voortdurend een double bind. En zij heeft dus onderzoek gedaan naar al dat materiaal. En die cirkels die u ziet, dat zijn uh, pilletjes die zij zelf gemaakt heeft van aarde. En er bestaat inderdaad een uh, aardesoort of aardesoorten die uh, geneeskrachtig zijn. Dus die je inderdaad kunt nemen en uh, die ook een bepaalde werking hebben op het lichaam. En dat brengt ons dus heel dicht bij een materiaal, het gebruik van een materiaal, maar ook het innemen ervan. Met ook het besef dat ja, strikt genomen wij allemaal uit hetzelfde materiaal bestaan. Er zijn eh, maar zoveel moleculen en zoveel verbindingen mogelijk in de wereld. Maar bazaal bestaan we allemaal uit datzelfde materiaal. We zijn allemaal van hetzelfde vlees van de aarde, zegt de fenomenoloog Merleau Ponty. En als je dat beseft, dan is ook de brug tussen wat we dan mens-niet-mens mens noemen, of mens en aarde, of mens en plant. Eigenlijk veel en veel kleiner. Behalve dat, uh, hebben we ook op allerlei manieren met elkaar te maken. En dan kunnen we in positieve zin denken aan inderdaad de geneeskrachtige uh, kant. Maar we kunnen ook denken aan natuurlijk, de manier waarop de mens in de afgelopen millennia ondertussen de wereld heeft uitgeput. Dat is overigens niet de intentie geweest om uh, van Rochemaure Norda om dat te onderzoeken. Zij wilden eigenlijk veel meer laten zien wat het is om uh, je meer één te voelen met de natuur en meer in die double bind van uitwisseling te staan. En dat zien we ook hier. Dit is uh, Rochemaure die ondertussen met ik weet niet wat ze allemaal af en toe heeft ingenomen. Het is allemaal goed gegaan, maar het was ook wel af en toe best heel erg heftig. Want zij wilde het niet alleen maar bestuderen, ze wilde het ook onderzoeken. En heeft op die manier ook eh, foto's, films, een, um, uh, uh, installaties, uh, projecten gedaan. Waarbij ze uh, ondergaat en performt eigenlijk wat ze onderzoekt. En hier ziet u haar met uh, nou ja, dat, uh, de klei op haar gezicht, maar ook die pil die op haar uh, tong ligt. En er zat ook een, echt een bijsluiter bij. Die had ze laten maken. Met precies zoals de bijsluiters zijn bij medicijnen. Als je eh, zo'n pil in zou willen nemen. En dat is eh, heel goed, want het werkt, als gezegd, zuiverend. Dus dat is op een hele andere manier eigenlijk staan in deze wereld. Dan heb ik een. Eh... Een, een, nog een voorbeeld van een kunstenaar, kunstenares. Zij was gisteren bij ons op bezoek. Dat wil zeggen, ik had een online seminar, dat heet Art and Earth. En dat is Towards an Ecological uh, uh, View on, on Contemporary Art. En zij is een kunstenares die um, hele interessante uh, onderzoek doet... en interessante zelfexperimentatie doet. Zelfexperimentatie experimentatie deed dus Petrich met die, met die uh, mat met Kress... Uh, Rougama met die aarde en, en alle materialen die de wereld biedt. En uh, Anna-Maria Gomez-Lopez uh, had een ander idee. Het, heeft een, het is een heel lang verhaal hoe ze er precies op gekomen is, maar ik wil eigenlijk vooral focussen op wat ze gedaan heeft. Zij heeft in, um, en dat kunt u in het midden zien: daar zie je haar oog. En wat je niet kunt zien, vanaf welke afstand dan ook, is dat er in een traanbuisje... een minuscuul klein groen blaadje te zien is. Inoculate heet dit werk. En wat zij heeft gedaan, is ze is op zoek gegaan echt naar um, welk zaadje... van welke bloem of plant zou nou als het ware wortel kunnen schieten in een traanbuisje. En waarom wilde ze dat doen? Geïnteresseerd in... Je zou ook kunnen zeggen: Dit is letterlijk convivial, dit is samenleven. Kunnen mens en niet-mens op elkaar en in elkaar leven? Nou, we doen eigenlijk niet anders. En zij laat dit heel extreem zien. En ze heeft een, uh, een zaadje van een begonia, en dat is de begonia Semper Florens. Uh, daar heeft ze ook allemaal onderzoek naar gedaan. Heeft ze met de pincet of met het, ja, het apparaatje wat u daarnaast ziet, heeft ze in een weer een minuscuul klein soort uh, klein soort um, uh, kokertje eigenlijk gestopt. En die dingetjes worden ook gebruikt voor mensen die bijvoorbeeld te weinig traanvocht hebben. Als zij dat in hun. Uh, Raambuis uh, ingezet krijgen, dan produceert dat genoeg vocht om dat oog te irrigeren. En wat ze eigenlijk heeft gedaan is in dat kleine plugje een één zaadje, en dat is een minuscuul dingetje van zo'n begoniaatje, gestopt. Dat is met dat uh, dingetje wat u hier ziet, is dat ingebracht. Met het idee, zou dit gaan werken? En wat zij dus moest, wel moest doen was: je kan dan niet naar buiten gaan en stil gaan liggen of haar, haar lens in doen, want ze heeft uh, of een bril of lenzen in. Nou, dat kan dus even allemaal niet. Is zij eigenlijk op, uh, op bed gaan liggen of op een soort bed, dicht bij een, uh, een, een, uh, een lichtbeuk die ze in haar kamer heeft, een, uh, een, een plafondraam. Uh, uh, <coughs> en Um, moest ook heel erg uitkijken dat ze de ogen niet te veel dichtkneep. En na een paar dagen begon ze inderdaad dat hele kleine minuscule uh, plantje... ging inderdaad wortels schieten. En wat zij hier laat zien is dat um, er inderdaad een hele bijzondere symbiose is... tussen in dit geval mens en plantje uh, die op elkaar kunnen leven... En na een dag of tien, twaalf, werd het ietsje pitje groter, maar omdat ze natuurlijk toch moest knipperen, want anders is dat niet goed voor je ogen, is dat, um, ging dat plantje een heel klein beetje, werd een klein beetje plat. En na een dag of tien was het natuurlijk ook wel welletjes en heeft ze het uiteindelijk uit, uh, haar, uit haar oog gehaald. En misschien dat u het op deze net ziet. Het is in de rechteronderhoek van het ooglid. Daar zit een klein gaatje, dat weten we. Dat is een traanbuisje. En daar komen de tranen niet uit, daar ze we in. Dus eigenlijk, dus het traanvocht. Dus eigenlijk heeft haar traanvocht dat plantje voortdurend geïrigeerd. En toen het eruit kwam, ja, je kon het zelfs als het op je vingertip lag, nauwelijks onderscheiden van, van wat dan ook. Een heel klein dingetje. En iedereen is natuurlijk ongelooflijk geïnteresseerd in uh, en heeft het echt niet alleen wortel geschoten, maar hij is het ook blijven leven. En helaas, helaas, was dat niet het geval. Daardoor is het toch te vaak uh, ja, aangeraakt, eigenlijk door het bovenste ooglid. Maar ze heeft wel laten zien dat in die, uh, in die dubbele verbindenis tussen mens en zijn, of in dit geval haar omgeving, Um, er toch hele onverwachte uh, dingen kunnen gebeuren. En deze zelf-experimentatie was niet omdat uh, zij een kunstenaar is die het lichaam wil laten leiden, eigenlijk in tegendeel, het wil laten zien hoe wat letterlijk samenleven betekent. Dit zijn voorbeelden van zelf-experimentatie van kunstenaars, waarbij ze dus een contact zoeken, inter, eigenlijk zich besmetten met de omringende wereld, maar besmetten niet in negatieve, maar in positieve zin. En dan wil ik nu nog een paar voorbeelden laten zien van een andere manier van uh, geraakt worden, en dat is um, door de kunst geraakt worden in meer overdrachtelijke zin. En dan kom ik weer bij dat woord connectie. He, dat connecterend, wat Dirk de Wachter gebruikte, een verbinding. En dan gaat het vaak juist over connectie tussen mensen. Maar dat gebeurt door de mediatie, zou je kunnen zeggen, van kunstwerken, waarmee je een kortstondige, uh, intieme relatie uh, aangaat. En dan kom ik weer even terug bij dat begrip affect. He, de nadruk op wat het kunstwerk losmaakt. Uh, het is een tijdelijke relatie die wordt aangegaan. En vooral van belang is wat gebeurt er nu tussen die entiteiten. He, dat is weer die vorm van poreus zijn. En dan de krachten en intensiteiten die ontstaan. En dat kunnen inderdaad... Uh, ja, dat is vaak tussen mensen onderling, maar ook tussen mens en niet-mens. En daar zit eigenlijk de kracht van de kunst. In die ontmoeting met zo'n werk ontstaat er een resonantie... En uh, een, een sprankeling, dat kan een cognitieve, maar ook een emotionele of emotieve um, sprankeling zijn. En dat was mijn eigen ervaring met deze tentoonstelling. Het is een overzicht, een, wat, dit, wat u ziet dadelijk, en de volgende zijn twee overzichtfoto's van uh, de tentoonstelling Afscheiding, die uh, als je het met de slesjes leest, zowel afscheid. Als scheiding kunnen uh, betekenen. En dat was eigenlijk het thema van deze tentoonstelling: wat betekent het als mensen van elkaar gescheiden worden? En we weten nu wat het betekent, ook door het coronavirus. Het heeft extra nadruk gekregen, meer dan ooit. Maar het kan ook zijn moedwillig, doordat er muren worden opgeworpen of omdat er. Um, nou ja, hekwerken, uh, barrières, kloven. Je kunt het ook overdrachtelijk zien: grenzen die je niet kunt uh, oversteken. En dan is een scheiding ook eigenlijk altijd een afscheid. En een aantal van deze werken thematiseert dat heel duidelijk. Ik wil even wijzen op die hand die uitsteekt, letterlijk. En die valt natuurlijk op heel veel manieren te lezen. Hè. Wij zien handen als. Uh, iemand de hand reiken, uh, maar het kan ook zijn hulp roepen. Hè, van, van hou me vast. Je kunt daar, het heet dus ook alleen maar simpelweg hand, juist om het verder geen betekenis te geven, omdat het dan nu gaat om de verbinding die jij maakt als toeschouwer. En wat gebeurt er nu bij jou als persoon in die, uh, in die interactie? En dan is ook het materiaal van belang. Um, het, het, het hout, het, uh, het, het gaas, wat u zo dadelijk zult zien. Uh, de hand bijvoorbeeld is van een MDF-materiaal, het heeft materialiteit. En die materialiteit is wederom eigenlijk van dezelfde stof als wij zijn. Wat, wat doet zo'n werk met je? Op wat voor manier word je aangeraakt? Op wat voor manier ga je je verbonden voelen? En dat wil ik uh, vooral duidelijk maken aan een van de werken die op de achterwanden te zien uh, is. En daar heb ik zo een wat, uh, een meer een close-up van. Um, wat daar loshangt is een scherm van drie panelen. En dat is eigenlijk een foto die ook een afscheid laat zien. Namelijk een afscheid van Nederland, van een jong gezin dat het geluk gaat beproeven elders in uh, een ver buitenland. Bij God niet wetende, in de jaren 50, wat voor een toekomst ze tegemoet zouden gaan. Vol goede moed. He, we zien de handen weer. Vaarwel, zwaaien. weten dat het waarschijnlijk. Uh, het was een, het was een, uh, een, enkeltje, een enkele reis. Um, een open toekomst, maar geen idee nog van uh, wat er gaat gebeuren. En de foto is als het ware uit elkaar gehaald, het heeft nu drie lagen gekregen. En de verschillende figuren op die foto die ze hebben hun eigen ruimte gekregen. En als je er omheen loopt, verbindt zich dat weer tot één ruimte. Maar dat moet jij doen als toeschouwer. Dat is het belang van de aanwezigheid van de toeschouwer. Het werk Sebrenica, uh, in ieder geval twee, um, is een werk wat, wat mij betreft eigenlijk nauwelijks uh, uitleg behoeft. Um, het is het, het vreselijke voorval van de, nou ja, bijna de genocide op die grote groep moslimmannen uh, in de jaren 90, helaas ook door uh, mede-toedoen van uh, van Nederland. En, Um, de ongelofelijke, het ongelooflijke verdriet van de, van de moeders, de vrouwen uh, die achterbleven, de kinderen en die mannen moesten missen. En dit werk uh, is bij een stele, een van de steles, of daar ook precies de, de botten liggen van uh, de persoon in kwestie die zij beweent, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het zijn dezelfde soort velden als die we ook in Nederland kennen: margraten en uh, in dit geval dus in Srebrenica. En die vrouw zit daar in verdriet. En uh, dit werk, ook door zijn materialiteit, spreekt het tot je. Ook omdat het, uh, het is iets kleiner is dan levensgroot, maar het is heel erg aanwezig. Maar het is vooral geraakt worden door iets wat eigenlijk niet eens meer in woorden uit te drukken is. En dat lukt wel, dat kan wel op deze manier. En dan maakt kunst verschil en maakt kunst ook, um, wordt dan ook uh, heeft dan ook consequenties. Consequenties in de zin van je geraakt voelen... En door dat geraakt worden verandert er iets, verandert er iets in je um, en uh, kom je anders die ruimte uit. Nog twee voorbeelden, dan uh, ga ik stoppen en dan is het ook. Uh uh, zo goed als tijd. Er is nu nog, en hij is weer te zien als we weer naar het museum mogen. de tentoonstelling See It Loud in het Bonnefante Museum in Maastricht. U ziet het, het duurt nog tot 18 april. Misschien wordt het verlengd, uh, dat weten we niet. Say It Loud is een initiatief van het Bonnefante, uh, een internationale hedendaagse kunsttentoonstelling. Uh, maar het is onderdeel, deze tentoonstelling, van een. Um, een project wat nu eigenlijk gaande is in Nederland in de museumwereld, en dat heet Musea bekennen kleur. En dat wil zeggen dat ze in daad en in um, ook in uiteindelijk structuur, maar ook door wat ze laten zien en hoe ze dingen laten zien, naar een grotere diversiteit willen. dan wat er heel vaak in het museum te zien is. En dat betekent. Uh, mensen van kleur, minderheden, mensen die eigenlijk nooit zich gerepresenteerd voelen in de musea, die eindelijk uh, het platform te bieden dat ze verdienen. En ik heb er twee voorbeelden uitgehaald en ik kan u alleen maar zeggen, ga naar die tentoonstelling, hij is echt heel erg mooi. Um, dit werk is een, um, een Vietnamese kunstenaar, The Spectre of Ancestors Becoming. Het is een um, video-installatie die uit vier schermen bestaat. En uh, het heeft mij minstens twee tot drie keer een bezoek van een uur gekost. En dat bedoel niet in negatieve zin, maar om te begrijpen wat ik zag. Omdat al die verschillende videobeelden um, misschien wel eenzelfde soort verhaal vertellen, maar wel steeds op een andere manier. En wat nu eigenlijk de bottom line is van dit verhaal, van deze installatie, en waarom ik hem ook graag wil noemen. Want hij heeft een ongelooflijke en echt uh, onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Je ziet de uh, afstammelingen, de nakomelingen van een Vietnamees-Senegalees groep. En dan denk je Vietnamees-Senegalees, hoe zit dat dan? En als je dan die video bekijkt en je luistert naar de verhalen, je probeert al die verschillende, want het zijn vier, vijf verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen te volgen, dan blijkt het volgende. Um, Senegalese soldaten, dus zwarte soldaten, werden ingezet in het Franse leger, want Senegal was een Franse kolonie, we hebben het over de jaren 50, om in Indochina te vechten. En uh, dan krijg je dus de situatie dat. Zwarte of Senegalese soldaten in Indochina in Vietnam, dat ook een kolonie was van Frankrijk, moeten vechten voor een oorlog die niet die van hun is. En um, uh, als je daar naar zit te kijken, zit je af te vragen waar zit ik eigenlijk naar te kijken, wat doen in godsnaam Senegalese soldaten in een Frans leger in een andere kolonie van Frankrijk, namelijk in Vietnam of Indochina in die tijd. En wat er dan altijd gebeurt, omdat dat jarenlange processen naar processen, oorlogen zijn, is dat um, uh, de soldaten zich gaan mengen met de Vietnamese bevolking. En daar zijn nakomelingen uitgekomen. En dan krijg je dus inderdaad Senegalese, Vietnamese kinderen, die voor een deel soms ook met de moeders mee, mee teruggegaan zijn naar Senegal. Maar dan heb je in Senegal dus een groep. Half-Senegalees, half-Vietnamese kinderen. Um, soms zijn de kinderen alleen meegenomen door de soldaten, omdat ze zeiden: Je zult het hier beter krijgen dan daar in Indochina, want die oorlog ging nog heel erg lang duren. Maar die kinderen die weten, die zijn ontheemd. Die weten niet meer wat hun cultuur is. Vele van hen kunnen, kennen hun natuurlijke of biologische moeder niet. Hebben eigenlijk een enorm gemankeerd leven en vragen zich af. Wat was het leven voor mij geweest als ik mijn moeder wel had gekend? Ik heb nu nooit de geur van haar haar kunnen ruiken, om haar iets te noemen. Een van de quotes uh, uit deze film. En waarom die zo'n enorme indruk op me maakte, is dat ik... Ik ken die geschiedenis wel een beetje, maar ik wist dit absoluut niet. Ik had niet kunnen bedenken dat soldaten van, uh, uit Senegal moeten vechten tegen soldaten. En ook met soldaten uit Vietnam, omdat ze uh, een deel zijn van de Franse kolonie... En wat dat heeft teweeggebracht aan inter, um, inter, inter, interrelaties tussen groepen en wat dat voor een sporen achterlaat. En ik ben daar zelf ongelooflijk diep door geraakt door dit uh, werk. Ook omdat ik begon te begrijpen dat alleen maar ik het werk weer kan uh, hercreëren doordat ik de verhaallijn probeer te volgen. En dan word ik dus niet... Iemand die alleen maar passief aan het kijken is. Ik word echt betrokken. Ik word erin meegezogen. Ik word een onderdeel van dit geheel. Dus ga kijken. Het duurt ongeveer 25 minuten, maar je moet hem echt helemaal uitzitten. Eigenlijk twee keer. Uh, minstens wil je. Het is ook ongelooflijk mooi. Het is niet alleen maar uh, emotioneel. Het is ook heel erg mooi. En er zit gelukkig ook nog wel een gloor van hoop aan het eind. Dit is een van mijn. Uh, dit is mijn laatste werk wat ik even wil noemen. Dat is uh, geraakt worden door de kunst, maar ook letterlijk aangeraakt worden. Patricia Kaarsenhout, The Soul of Salt. Salt. Dit is een werk wat dus ook op die tentoonstelling te zien is. En zij heeft zich laten inspireren door twee dingen. Aan de ene kant inspiratie uit de legende, dat tot slaafgemaakte... Geen zout meer aten. We zitten op Bonaire in de, in de tijd van de kolonisatie. Dat, de legende zegt dus dat uh, tot slaafgemaakte geen zout meer aten. in de hoop zo licht te worden dat ze terug zouden kunnen vliegen naar Afrika. Maar dat zout staat ook voor de kracht van verbeelding. en de vrijheid van gedachten. En je was. Je bent uitgenodigd om in een klein zakje wat zout te strooien en dat mee naar huis te nemen. Thuis kun je dat dan oplossen. En uiteraard kon ik dat niet laten. Ik heb dus letterlijk het werk aangeraakt. Dat mocht ook, want dat mag niet altijd. In dit geval mocht het wel. Heeft het ook betekenis? Je wordt ermee verbonden, onlosmakelijk mee verbonden. En natuurlijk uh, is de andere inspiratie, als je het dan een inspiratie wil noemen, het keiharde koloniale bewind van Nederland in die koloniën. Want die zoutwinning was heel profijtelijk voor uh, de kolonisator. Maar de omstandigheden waarin de uh, tot slaafgemaakte leefden, was erbarmelijk. En dan is het nog een ander statement: zout was een enorm kostbaar goed. Het zout der aarde wordt ook wel gebruikt als uh, metaforisch uh, begrip. Um, maar waarom ik het zo belangrijk vind, is dat in dit geval het werk je niet alleen, laat ik zeggen, emotief raakt, maar ook uh, letterlijk. Je, we hebben eraan gezeten. Het verandert het werk, het doet wat met je. Tot slot, ik had hem al aangekondigd. In de wereld van de wachter noemt uh, Dirk de wachterkunst dus connecterend. En dan. Even een citaat. Kunst kunnen we zien als een diepgewortelde behoefte van de menselijke natuur. als een wezenlijk deel van het mens zijn zelf. Nog sterker, de kunst manifesteert zich in de mens, die erin thuiskomt. De, de mens wordt mens in de creatieve daad. en overstijgt zo zijn instinctmatige zijn. De creatieve daad zit ook in het toelaten van uh, die kunst. En dan tot slot. Uh, onze tijd kenmerkt zich door een hoge nood aan betekenis, aan zin, aan zijnsgrond. En kunst is hier van groot belang. Dus waartoe stelt kunst ons dan in staat? Ze brengt je tot jezelf, doordat ze, de kunst, je uitdaagt, uitnodigt tot het leggen van verbindingen. De kunst nadert je, dat is de actieve kant ervan. Vraagt om een houding, vraagt om een positionering en vraagt om een stellingname. Kortom, zou ik willen zeggen, laat je door de kunst besmetten. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, dank u wel. Uh, misschien zijn er nog vragen. Dan kunnen jullie dat nog zetten in de chat. Er is ook één vraag binnengekomen. Ik kijk even op mijn mobieltje, want zo graag ik hem binnen. Even zien. De vraag is, de spreker gaf verschillende voorbeelden van zelfexperimentatie. Natuurlijk gaat het hier over ingrepen door de kunstenaar. Zijn er ook voorbeelden van spontane symbiose tussen de mens en een ander organisme die leven in elkaar? Ik vind het een prachtige vraag en ik ben onmiddellijk geneigd te zeggen ja zeker. Alleen als je dan om een voorbeeld vraagt, dan sta ik natuurlijk wel een beetje met mijn mond vol tanden. Um, het idee van um, Anna Maria Gomez is ook dat, uh, wat, ze, wat haar betreft, ga je dit ook doen. En um, het kan. En of het, of, of het, uh, wat, het, wat het succes zal zijn, is een tweede. Maar wat haar betreft is het ook. Je kunt het ook allemaal terugvinden op internet. Uh, spontane symbioses. Uh, het moet eigenlijk wel. Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van dingen die we. Uh, en dan zit je weer meer in, die, in, de, in de negatieve kant van de besmetting. Eigenlijk niet zouden willen. Maar dat er. Um, eigenlijk is misschien elke vorm van samenleven wel een vorm van symbiose. Alleen het beseffen van is waar het dan om gaat. En, en, en er open voor staan en het toe willen laten. En ik denk dat wat die kunst steeds doet, is je stilzetten en je afvragen: waar ben ik nu eigenlijk naar aan het kijken? Wat gebeurt er? Wat kan ik hier zelf mee? En. Dat is niet onmiddellijk in praktische zin dat je nu de deur uit gaat en, en de wereld ineens heel anders uh, uh, gaat, gaat benaderen. Maar dat het wel, uh, je draagt het wel met je mee. En het verruimt heel erg de wereld uh, die soms zo klein lijkt en eigenlijk zo ongelooflijk groot is. Ja, nou, dank u wel. Kijken of er nog even andere vragen binnen zijn gekomen. Nee, volgens mij niet. Nou Dan wil ik iedereen hartelijk danken voor het kijken. En dan wil ik u hartelijk danken voor de interessante lezing. Dank je wel. Graag geda gedaan. En <coughs> sorry. Um, heel veel succes ook met de, de rest van de serie. Dit is natuurlijk voor iedereen een hele wonderlijke vorm, hè, deze hybride vorm. Ik moet zeggen dat ik ook statischer ben dan ooit. Want normaal gesproken loop ik naar mijn beeld. Maar ja, dan ben ik weg. Uh, tenminste voor degenen die nu thuis zitten. Um, ik, uh, ik wens jullie heel veel succes met de rest van de serie. Ja, nou, dank je wel.